dit is een nieuwe uitdaging. En, ik ken de basis van koken en ik hou van koken. En ik wil wat vrijwillig werk doen, is wat ik zeg. Dat ik kan wat teruggeven naar de maatschappij. Hallo, ik ben Gül. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen met onze serie over vrijwilligers. Voor onze serie Vrijwilligers in Noord zijn we te gast bij Restro van Harte en we spreken met Sing. Dag Sing, jij bent hier vrijwilliger. Ja. Hoe lang? Anderhalf jaar als vrijwilliger. Koken, ik hou van koken, dus op deze moment ik heb geen betaalbaan, dus ik doe wat vrijwillig werk om terug te keren in de maatschappij. En dit helpt. Kook je vaak? Ik had in Engeland 2 jaar in een restaurant daar gekookt. En thuis ben ik de kok. Okay. Dus ik heb ervaring met koken. En mijn baan was, ik was kraanmachinist bij Meneba Mail. Okay. Voor 20 jaar. Dat was heel wat anders. Ja, maar dit is een nieuwe uitdaging en... Ik ken de basis van koken en ik hou van koken. En ik wil wat vrijwillig werk doen, is wat ik zeg. Dat ik kan wat teruggeven naar de maatschappij. Naast het koken doe je dan nog andere dingen? Tuinieren of zo? Nee. Ik zit in een depressie. En dat was toen mijn baan kwijt. Dus op deze moment ik word behandeld bij CQ. Ja. Ik word daar door een psycholoog en een psychiater behandeld. Depressie is heel moeilijk te omgaan. Het sluipt je van binnenuit en ik kan niet verwerken makkelijk. Maar ik heb heel veel dingen in de korte tijd van mijn leven gemaakt. Ik had mijn baan kwijt. Mijn duurbaar zus in Engeland overleden. Dat was net als een moeder voor me. Ik heb mijn vrouw zet me uit huis. Oh, fijn. Ja. En dat is alles kwijt. En ik moet opnieuw starten. En dat lukt wel? Nou, het gaat langzaam, maar ik ben een doorzetter. En ik denk positief, het zal wel goed komen. En dan helpt het wel om hier een dag te koken, want dan doe je eens wat anders. Hier is niet alleen koken, is een andere sfeer tussen de mensen. Sociaal contact. En dat helpt me wel. En daarom doe ik vrijwillig werk hier. En ik vind hier heel fijn om vrijwillig werk te doen. Om te koken. Het is niet alleen koken. Ik maak een gesprek met mensen in de restaurant. Gusta, je werkt bij de ABN AMRO. Hoe komt het dat je hier vandaag bent gaan koken? Er wordt aan ons gevraagd door onze werkgever of wij genegen zijn iets te doen aan liefdadigheid. Dat wordt eigenlijk wel van ons verwacht als werknemer. En wij hebben zelf onze keuze hierop laten vallen omdat we het heel leuk vonden, een leuk initiatief vonden. Doe je naast dit speciale door je werk georganiseerd nog meer vrijwilligerswerk? Nou, heel weinig, want ik werk fulltime en ik ben ook al oma, dus ik heb genoeg te doen. Maar ja, af en toe ben ik bij mijn moeder, die ziek is. En ik ben elke week bij mijn zusje, mantels. Daar zorg je ook voor? Ja. Dus je doet veel zorgtaken naast je fulltime baan? Best wel, ja. Hoeveel uur schat je dat je daarmee kwijt bent? 6 tot 8 uur. Wel een dag dus. Ja, klopt. Wat voor soort voldoening geeft dat nou, dat vrijwilligerswerk? Nou, ik moet zeggen, ik voel me hier heel prettig vandaag. En ik heb er wel eens over gehoord. Maar als je het dan zo beleeft, ja, dan vind ik het een heel mooi initiatief. En dan hoop ik ook dat ze wat meer sponsors kunnen vinden. Zodat ze het wat vaker kunnen doen. Jullie hebben wat heel veel mensen in het restaurant, hè? Ja. Er komen 80, 70, 80, 100 mensen soms. Weet je nou van tevoren hoeveel mensen er komen? Nee, ik niet. Jeroen zal weten. En we weten niet wat we elkaar koken. Het is altijd verrassing en altijd vers eten. We beginnen om 2 uur. En 8:30 zijn we klaar met de opruimen en alles. Maar elke dag is vers eten. Hé, maar daar ben je wel een hoop tijd mee kwijt dan, hè? Hoeveel uur kost dat wel niet? Maar dat is niet zo belangrijk voor mij. Is wat terug te doen. Ik hou van dit, van het koken. Okay. Dan... Maar 8 uur, 7 uur, 8 uur? Ja, 7 uur. Maar het is 1 dag.
Nou, dat is natuurlijk ook waar. Ja, dat is jammer dat ik heb andere dingen te doen. Is het dankbaar werk? Is een samsam gevoel. Ik krijg een lekker gevoel dat ik kan wat voor mensen doen. En de mensen krijgen lekker eten. Dus, als wat... Voor allebei is het een leuk gevoel. Ja. Ja. En dat als ik kom binnen en aan die mensen zeggen, ja, het was lekker. Of je ziet dat zijn bord is helemaal leeg. Dan ben je blij. Je weet dat je eten is lekker. Dat is je antwoord. Ja. Dat is een mooi antwoord. Ja. Zou jij vanuit jouw positie als vrijwilliger ook aan andere mensen, onze kijkers, een oproep kunnen doen om vrijwilligerswerk te gaan doen? Dit helpt je. Als wat ik zeg met mijn depressie, dat helpt mij ook. Tussentijd, ik zit in een uitplacement om een nieuwe baan te vinden. En dus liever dat ik hier kom koken voor de rest van harte dan mijn tijd verspillen zomaar. Dus oké. Okay. Ik denk dat meer mensen zelf moet vrijwillig werk doen. Ja. Aan de oever van de Rote woont een oude ooievaar. En die koopt zijn diepvriesvisjes op de Noorderboulevard. En mijn eind heeft daar ook langs de maan en Noordplein. De Imalda School had beweegdag. We staan hier bij de Imelda School, waar Beweegdag wordt georganiseerd. Maar wat is het eigenlijk? Ja, Beweegdag die staat in het teken van de Lekker Fit Week. Lekker Fit Week die vindt al heel de week plaats hier op de Imelda School. En de Beweegdag dat is een grote dag in de week waar wij de kinderen van allerlei oefeningen of van allerlei toestellen voorzien om plezier te beleven en te sporten. Nou, de Lekker Fit Week staat in het teken van dit jaar van bewegen kan altijd en overal. Nou, daarom hebben wij ervoor gekozen om met de school naar buiten toe te treden en de spullen allemaal in de wijk weg te zetten. Daarbij hebben wij de wijkbewoners en wijkinitiatieven, verschillende organisaties in de wijk bij betrokken. Zoals jullie net konden zien is Wilskracht hier aan het werk. Die zijn aan het helpen met allerlei oefeningen. Straks komt de wethouder langs. Onze docenten zijn bezig om alles hier te begeleiden. En daarbij zijn er nog andere dingetjes die nog weggezet zijn door andere organisaties om het allemaal zo weg te zetten zoals het nu is. Hoe belangrijk vinden jullie dat kinderen deze beweging krijgen? Ja, wij vinden het sowieso heel belangrijk dat de kinderen bewegen. We zijn een Lekker Fit School, dus wij vinden dat de kinderen voldoende moeten bewegen en ook nog aan gezonde voeding moeten doen. Dus wij besteden daar heel veel aandacht aan op school. En is het de eerste keer dat jullie dit organiseren? Nee, het is de eerste keer dat wij het zo groot aanpakken en dat we de bewoners en de organisaties in de wijk erbij betrekken. Hoe vind je deze Lekker Fit Week? Ja, ik vind het leuk omdat je kan bewegen. Het is leuk om te bewegen. Maar ik zit ook nog op voetbal, maar zulke activiteiten vind ik leuk. Je kan springen op de sprinkels en zo. Dat doe ik normaal niet. Wat vond je het leukste hier zelf? Ik vind dat het leukst. Alle springkussen. Ja, springkussens. Wat ga je nog meer doen? We gaan Jenga spelen met grote stenen. We gaan Mega Twister spelen. En we gaan door tunnels kruipen. Ik moet nog. We gaan gewoon nog andere activiteiten doen. En dan aan het eind gaan we nog fruit eten en zo. Aan het eind eten we nog fruit en zo. Gaan we water drinken en zo. Gaan jullie dit dan nog vaker doen? Of zijn jullie plannen dat? We zijn van plan om dit soort dingen elk jaar voor de kinderen weg te zetten. En steeds meer organisaties bij het betrekken. Want samen maak je lichter werk. En samen maak je het alleen maar leuker voor de kinderen hier. We'll be right back.
In het Vroezenpark was het Food Truck Festival. Champagne when I'm thirsty. Bring me a roof when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a roof when I want to get high. We zijn vandaag bij Food Truck Festival Trek. Dat is een festival, ja, eigenlijk een soort mobiele openluchtrestaurant. Waar we dus door middel van de mobiele festivalcateraars ervoor zorgen dat mensen een hapje en een drankje kunnen nemen hier in het Vroezenpark. In ons geliefde Rotterdam Noord. Well, you know it should be no law. Hoe smaakt deze crêpe Suzette, Evie? Lekker. Vind je het leuk hier? Ja. Wij verkopen broodjes in de vorm van een ijshoorntje. Lekkere biologische grondstoffen, daarvan is ons broodje gemaakt. En wij vullen die met pure en natuurlijke ingrediënten, zonder geur, smeur en smaakstoffen. En wat doen wij? We hebben dat broodje in de vorm van een ijshoorntje. Wij smeren dat in met bijvoorbeeld een lekkere mango chutney. Dan doen we daar lekker gerookte kip bij. En een lekker toefje nog van rucola en van komkommer. En dat is bijvoorbeeld een van onze broodjes. Wij staan graag op dit soort festivals. Waarom? Nou, omdat het ontzettend gezellig is. Zeker dit Trek Festival. Lekkere, gezellige mensen, heel veel diversiteit aan publiek, ouderen, jongeren. Nou, allemaal mensen die graag houden hier komen om te zoeken lekker eten, lekkere gezelligheid en vertier. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Wie heeft jou zo mooi gesminkt? Ik weet niet hoe ze heet. Heb je dat ook hier gedaan op het festival? Ja. Wat ga je nu nog meer doen? Gewoon weer op mijn hoofd lekker staan. Food Truck Festival Trek is dus een festival waar je kan eten en drinken. En daarnaast combineren we dat met live muziek en met een podium voor mensen uit de buurt, lokaal, regionaal talent, wat zich kan bewijzen. Als ze iets leuks kunnen, dan kunnen ze dat hier laten zien op een podium. Een sfeertje. Oké. Okay. Het is hartstikke gezellig hier. Ga even rondkijken. Ik ben Frank. Ik ben Timo. We zijn Beers & Bros. En wij maken bierborsten. En we hebben broodjes. We hebben pool can chicken. Onze hardloper is echt de beer can chicken. Dat is een kip wat op een bierblikje gegaard wordt met een speciaal biertje hier uit Rotterdam. En met een portie lekkere friet met zeezout en rozemarijn. Elke trek die in de stad neerstrijkt, heeft ook een beetje de signatuur van die stad. Zo hebben we hier bijvoorbeeld op donderdag aandacht besteed aan het bombardement van 75 jaar geleden. Nou, omdat we in Rotterdam zijn. Dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.